Ik ben Druntina Islamay en ik werk voor de Vlaamse Openbare Omroep, VRT. En ik werk daar als onderzoeksjournaliste voor diverse televisie- en radioprogramma's. Ik ben lid van Lost in Europe als journalist. En dat is een onderzoekscollectief van verschillende journalisten in Europa die samenwerken rond grotere dossiers van verdwenen migranten. Ik heb dus vorig jaar een onderzoek gedaan naar nagelsalons in België en die Vietnamese mensenhandel die daar plaatsvindt. Het aantal nagelsalons is de afgelopen 10 jaar verdubbeld. En sommige daarvan zijn eigenlijk verdoken plekken voor mensenhandel. En dat hebben we onderzocht samen met Roeland Termote van De Standaard en Christophe Kleriks van KNAK. Ik ben Roeland Termote. Ik ben buitenlandredacteur bij de krant De Standaard. Voorheen was ik ook Midden-Europa-correspondent bij NRC Handelsblad. En toen volgde ik al de migratiecrisis op, ook mensensmokkel en een drama dat daaraan vasthing. Enerzijds door, denk ik, het lot te belichten van mensen die in de mensenhandel terechtkomen, of en in ieder geval in de mensensmokkel, ook een beetje aan het licht proberen te brengen hoe en waarom er precies gebeurt wat er gebeurt. En door samen te werken met collega's en ook te kijken naar wat er over de grenzen gebeurt, hoop ik dat we ook die omvang van het probleem een beetje aan het licht kunnen brengen. Ik denk wat we met Lost in Europe doen, is een problematiek naar boven brengen, uitspitten, onderzoeken, die anders heel vaak achter de schermen en onzichtbaar blijft. Het zit eigenlijk in ons dagelijkse leven en we proberen ook die mensen een stem te geven, er naar te luisteren. Ze hebben al een stem, we moeten er gewoon naar luisteren. En we proberen daarom dat soort onderzoeken voornamelijk met Lost in Europe vast te pakken en heel helder uit te leggen. Ik vind dat meer aandacht moet komen voor dit thema, omdat het wel een menselijk drama is vaak, zonder dat daar de dood te wachten staat. Maar dan nog worden ze vaak blootgesteld aan misbruik onderweg of moeten ze onvoorstelbare uren werken in omstandigheden die wij niet zouden pikken. En ik denk dat het ook goed is om die invalshoeken te laten zien die burgers die zelf anders niet met mensensmokkel te maken krijgen en denken dat het een ver van een bedshow is, toch zouden kunnen betrekken bij de zaak. Het is een problematiek die ons allen aanbelangt. Het gaat over een kwetsbare groep die in onze maatschappij weinig rechten heeft momenteel, die zich ook verstoppen, maar die er wel zijn, die aanwezig zijn. Het gaat over migrantenkinderen die kwetsbaar zijn. Het gaat ook over ons economisch systeem. Dus, zij zijn actief in sectoren waar ze eigenlijk als slaven worden te werk gesteld. Wij moeten daar gewoon meer aandacht voor hebben. Ja, ik absoluut. Ten eerste gewoon alert zijn. Het is goed dat ook voor mensen zelf dat ze wakker zijn en dat ze zich vragen stellen bij de dagelijkse dingen die ze doen. Wees je bewust van die signalen. Wees bewust dat het rondom ons heen zit. Als je bijvoorbeeld naar de beauty sector of naar een nagelsalon, het is niet alleen in de nagelsalons, het gaat ook over massagesalons, het zit in heel veel sectoren daar. Als je binnengaat, kijk wie er werkt. Spreekt het personeel de taal? Welke geur hangt daar? Worden er chemische producten gebruikt? En vooral een heel belangrijke indicator is de prijs. Betaal je een prijs die te mooi is om waar te zijn, dan zal het ook waarschijnlijk niet waar zijn. Dan zullen de mensen niet goed betaald worden, zullen de omstandigheden waarin zij werken misschien slecht zijn. Dus ik denk dat wij als klant daar ook een heel grote rol in kunnen spelen. Als klant hebben wij die macht, dus wij kunnen dat ook doen.